Welkom bij een nieuwe aflevering van Fuse TV. Wij zijn Celine en Femke. En als je al hebt gekeken naar de Tuesday Terms, dan weet je wat het woord choreografie inhoudt. Vandaag gaan we je tips geven over het hoe in elkaar zetten van een choreografie. Je hebt verschillende fases waarin je een choreografie maakt. Dat is per situatie en per persoon verschillend. Je kan namelijk de stappen altijd omwisselen. We hebben voor jullie een voorbeeldfase uitgestippeld. Je kan als eerste kiezen of je een abstracte choreo wil maken of een storytelling. Dus dat je een verhaal over gaat brengen. En welke stijl je daarbij wilt kiezen. Wil je hip-hop, wil je modern, wil je feminine, wil je misschien een combinatie van alles. Dus dat is je eerste stap waar je uit kan gaan kiezen. Stap 2 is dan dat je muziek gaat kiezen. Maar dat zou ook juist stap 1 kunnen zijn. Want als je juist in de auto zit of je bent ergens en je hoort een nummer, dan voel je vaak al gelijk van, oh, dit vind ik zo'n heerlijk nummer om iets mee te maken. Hier zou ik een verhaal willen vertellen of hier zou ik juist gewoon een vette dans op kunnen, in elkaar kunnen zetten. En op het moment dat je dan je muziek hebt gekozen, dan ga je hem natuurlijk super vaak luisteren, zodat je weet hoe het nummer in elkaar zit. Je hoort accenten of je hoort instrumenten. En daarop kies je dan ook gelijk dus hoe je choreo gaat maken. Kies je op telling, dus ga je gewoon hem maken op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Of ga je juist luisteren naar de andere stukken in de muziek, waarop je luistert naar zijn vocals. Dus op zang en op geluid, of ga je juist luisteren naar instrumenten, of ga je juist op de stilte zitten van de muziek. En daarbij hoort ook de dynamiek, daar komen we straks nog even op terug. Als laatste stap kun je ook kiezen of je je beginpositie en je eindpositie vast wil zetten, dat je er naartoe kan werken. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om je beginpositie en je eindpositie hetzelfde te houden. Dat wordt vaak gebruikt bij storytelling. Dat je je verhaal eindigt in waar je bent begonnen. Het kunnen ook twee verschillende zijn. Of je kan zeggen, ik doe alleen mijn beginpositie vastzetten en mijn eindpositie, dat kijk ik achteraf wel. We hebben ook voor jullie een schema in elkaar gezet. En in dat schema geven we jullie tips om je choreo wat makkelijker in elkaar te zetten. Het eerste tipje daarvan is duidelijk aangeven wat is je aanzetpunt en wat is het einde van de beweging. Zo kom ik weer terug op mijn wave. Als ik zou zeggen, mijn wave begint vanuit mijn hand, dan geef ik hem door. En dan zou ik zeggen, mijn eindpositie, mijn eindpunt van de beweging, die zit dan in een hoek. Altijd wel duidelijk aangeven waar het begin en waar het einde is. Want als ik alleen maar daarin geef van mijn bovenlichaam. Ja, mijn bovenlichaam kan alles zijn. Dus je beweging start in je bovenlichaam. Ja, dan kan ik vanuit de wave ook heel mijn lichaam gaan gebruiken. Terwijl ik alleen maar wil zeggen, vanuit mijn hand naar mijn elleboog. Het volgende puntje is dynamiek. Je kan hier wel verschillen in maken binnen bijvoorbeeld heel erg hard bewegen of heel erg zacht bewegen. Daarin heb je ook isolatie en flow, dus dat je daar je verschil in maakt. Je kan lijnen maken, dat zie je dus vaak in de isolatie terug. Dat je bepaalde lijnen maakt met je armen, met je benen, met heel je lichaam. Dat je denkt aan je energieflow, die zie je dus vaak bij flowing, terug bij waving. Dat je echt een soort van stroomballetje door je lichaam laat flowen. Daarbij kan je ook denken aan de tijd. Je kan bijvoorbeeld heel erg snel bewegen, je kan heel erg langzaam bewegen in een soort van slow motion. En je kan werken met bepaalde stops, dus dat je die ook bijvoorbeeld hit erbij. Bij hitten combineer je eigenlijk tijd en hard en zacht, want je stopt. Maar ook eindig je hem in een harde beweging, omdat je hem dus hit. Dan komen we op het volgende puntje. En het volgende puntje is gebruik van ruimte. Je kunt natuurlijk een beetje statisch op je plek staan, maar dat maakt het vaak niet zo spannend om naar te kijken. En daardoor hebben wij verschillende manieren van het gebruiken van de ruimte voor jullie uitgeschreven. Je kunt kiezen voor naar links of naar rechts. Je kunt kiezen voor naar voren en naar achteren. Je kunt kiezen voor diagonale hoeken maken, dus schuin door de ruimte heen. Of je kunt kiezen voor groot en heel klein, of juist voor heel hoog. Het laatste puntje wat we hebben is dat je kan kiezen of je het solo uitvoert, in een duo of in een grotere groep. Als je met meerdere mensen werkt, kan je dus ook kiezen om daar verschillen te maken binnen dynamiek of binnen ruimtegebruik. Dat de ene bijvoorbeeld naar rechts gaat en de andere naar links. Of de ene hoog, de ander laag, de ander groot en de ander klein. Of dat je bijvoorbeeld kiest dat de ene heel hard beweegt en de andere juist heel erg zacht. Dus dat je daar een heel groot contrast in maakt. Dan hebben we ook voor jullie een choreo in elkaar gezet, zodat we iets duidelijker kunnen aangeven wat nou precies al die punten zijn die we net hebben uitgelegd. We beginnen met een startpositie. En de startpositie is twee benen op de grond, benen wijd en je handen die zitten tegen je lichaam aan en we staan rechtop.
Dan hebben we onze eerste beweging. En onze eerste beweging is gelijk in isolatie. Dat betekent dat we vanuit onze elleboog aanzetpunten in de lucht duwen. Hoek. En vanuit hier omhoog een klap. Dus dit is onze eerste beweging. We doen hem even samen. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Hierna vlooien betekent dat je rechterhand begint. Je gaat omlaag via je vingers. En je steekt hem eigenlijk in je zak, zoals we dat noemen. Tegelijkertijd draai je om naar links. Boom. Ha. Yes. En je kijkt meteen naar de linkerkant. Dus dan ben je gelijk van punt gewisseld in de ruimte. Dus even achter elkaar. Vanaf het begin. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Boom. Sta. Vanuit hier gaan we verder met stap 3. Hier gaan we namelijk verder met ons been en met ons arm. Rechterbeen, linkerarm. Mijn aanzetpunt is vanuit mijn voet naar voren. Dus ik duw hem af naar voren. Hij stapt. En op hetzelfde moment duw ik mijn arm in de lucht. En komt die gehoekt voor me. Kijk, komt die. 7, 8, boom. In één beweging gaat mijn rechtervoet terug naar achter. Maar nu in een slide. Dus ik duw hem terug. En mijn linker of mijn rechterarm komt ook weer naar voren. Boom. En die eindigt dan voorin. We nemen hem door vanuit het begin. 5, 6, 7, 8. Isolatie, flow. Door, stap en slaat. Hierna gaan we door. Je aanzetpunt is je hoofd tegelijkertijd met je rechterpols. Je gaat omlaag. Je strekt je benen. En je komt via rechts omhoog. Boom. En dit is een rebound. Dat betekent een beetje het idee alsof hier een soort van trampoline achter je zit en je kaatst hem terug. Yes, dus je bent hier geëindigd. Je gaat omlaag, je hoofd gaat mee, je strekt je benen en rebound. En dan ga je meteen weer terug, alleen je aanzetpunt is nu vanuit je borst. Dus niet je hoofd, maar je borst. En dan wil ik dat je hoofd opblijft tot hier. Yes, we zijn hier geëindigd. 7, 8. Laag. En rebound. Omlaag. Hoofd op. Nu sluit je rechterbeen bij. Je armen komen in elkaar. En je baalt ze twee keer naar achter. Yes. Even op het begin. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Flow naar links. Stap. En slijt. Rond. Rebound terug. En naar bounce. Bounce. That's it. Oké, check. We gaan verder met de ene laatste pas. En in de ene laatste pas gebruiken we de slide met een kleine uitstap. We doen hem eerst even voor en daarna gaan we ook het gebruik van de ruimte toepassen. Let op. Er komt slide en stap uit. Slide en stap uit. Nu gaan we het gebruik van de ruimte toepassen. Want we gaan de slide uitvoeren in hoog en laag. En zo meteen gaan we ook naar voren en naar achter doen. We beginnen eerst even zijwaarts opnieuw, zodat je weet wat we bedoelen. De slide. We starten hem hoog. Dus we hebben een hoge slide. En dan komt die laag uit. Opnieuw hoog en laag uit. Dan gaan we ook nog twee verschillende kanten op gebruiken. Celine gaat naar voren en ik naar achter. We pakken hem zelfs nog een beetje diagonaal, zodat het helemaal één feest wordt. 5, 6, 7, 8. We gaan hoog, laag, hoog, laag. En dan als laatste heb je je eindpositie. Dat wordt een eindpoging. Springen uit en je arm gaan open. En deze is dus ook weer gespiegeld, want we kijken naar elkaar. Dan doen we even helemaal vanaf het begin, zodat je alle fases vanaf het begin door elkaar ziet gebeuren. Kom staan in je beginpositie. 5, 6, 7, 8. Isolatie. Door naar een flow met een draai. Een stap. En een slijt. Laag vanuit je pols en je hoofd in een rebound. Terug. Met een dubbele bounce. Gebruik van de ruimte. Voor en achter. Hoog en laag. En een eindpose. Boom. Oké, we doen hem ook nog even op muziek, zodat je weet wat we echt bedoelen.
vanaf het begin aan en neem alles rustig door, per stap, maar dan nu met je eigen uitvoering erin. Plaats het natuurlijk even op social media, tag ons erin, want we zijn heel benieuwd naar jullie uitvoering ervan. Bedankt voor het kijken! Doei!